Hallo iedereen en welkom bij Vlogmas dag 17. Vandaag al 4:15. Eerste keer dat ik de camera neem. Ik heb gewerkt. Gepoetst. Want het was echt nodig. Ons huisje, allee, Sam zijn huisje, was weer echt rommelig ten eerste. Vooral mijn kleren. En er moesten veel wasjes gedraaid worden en geplooid worden. En het mocht echt nog wel eens gepoetst worden. We stofzuigen wel heel vaak, maar dat is toch anders dan met nat poetsen. En nee, we hebben geen poetsvrouw, dus we moeten het wel zelf doen. Maar oké, gisteren hebben wij 8000 followers gehad op YouTube. Woehoe! Kei blij, super fijn dat jullie ons allemaal volgen, dat jullie onze video's kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Maar als jullie volgen, gok ik van wel. Hoop ik natuurlijk van wel. Wij zijn al sinds heel blij met jullie allemaal. En jullie zijn stuk voor stuk super fijn. Omdat wij 8000 volgers hebben gehaald, gaan we op YouTube een giveaway doen. Maar ook op Instagram. Dus hou ook zeker onze Instagram pagina TaliSamTV in de gaten. En als jullie trouwens gezoom horen, het afwasmachine hier onder mij is aan het draaien. Maar de giveaway hier is een huge giveaway met heel veel productjes. Oké, voor onze 8000 subscribers giveaway geven we weg de Body Shop Body Scrub in Berry Bonbon. Dit is de laatste nieuwe kerstmis editie. Ruikt echt super lekker. Ik heb hem zelf ook. En ik heb hem ook voor jullie gehaald. Dus dit kunnen jullie winnen. Het is trouwens één groot pakket en één winnaar. En die ene winnaar wint dit allemaal wat ik nu ga laten zien. Dus dan hebben we van Sampar de cleansing lotion. Ziet er zo uit. Ik ga een watje doen. Make-up eraf vegen. Van de Body Shop hebben we een shimmer mist in de geur Frosted Plum. Ziet er zo uit. Kei mooi. Ik weet niet of jullie het zien. Super fijn voor bij de feestdagen op te doen. Ruikt je lekker en dan blinkt je huid zo precies een beetje. In dezelfde geur, Frosted Plum, hebben we de Body Butter. Dan van de Body Shop hebben we deze super cute bad. Hoe noemt dat? Badbalm wou ik zeggen, maar dat is geen badbalm. Dat is zo'n badspons, zo'n loofah wat je zo gebruikt. Maar dan in de vorm van een L'tje. Next hebben we twee paar Happy Socks. Eén is met bolletjes. En de andere is roos met palmboompjes. Dan van Payot hebben we de hydratatiecreme. Dus een moisturizer voor je gezicht. Ik zal hem open doen, dan kunnen jullie het beter zien. Ziet er zo uit. Is echt super goed, super hydraterend. Zeker een aanrader. Van Stradivarius hebben we een body cream. Body cream met calendula in de geur soft cotton. Dus kan niet slecht zijn. Van Naughty of Nootie, ik weet niet juist hoe je het uitspreekt. Maar hebben we een shampoo en een conditioner. To the Rescue shampoo en conditioner voor droog en beschadigd haar. Dan van Herome hebben we nog een set nagellakjes met shimmers. Van de Body Shop hebben we het Black Musk Parfum in Night Bloom. Ook van de Body Shop hebben we deze Bad Gloves. En deze gebruik ik echt heel veel. Dat is echt super goed om te scrubben in de douche. En dan hoef je niet zo scrub zelf te hebben. Als je gewoon snel wilt zijn, kun je dat met deze doen. Dan hebben we een lipbalm van EOS in Lemon Drop. Mijn favoriete self-tanner van Australian. Super makkelijk aan te brengen en heel mooie kleur. Dan hebben we een super leuk toilettasje of een pasje voor in uw handtas te steken voor make-up spulletjes.
Nog van de Body Shop hebben we deze kubus. Met, je kunt er zo toe doen. Woehoe. Met lipglossjes. Allee, lipglossjes zijn zo lippenbalsems. We hebben aardbei, mango, coconut en shea butter. En dan last but not least hebben we deze super cute uil. Wat ook als spaarpot gebruikt kan worden, by the way. Ook van de Body Shop van de kerstcollectie. En daarin zit de strawberry handcrème. De Metal Lip Liquid in Rouge. De Star Stamp Liner. Deze is heel bekend. Aan de ene kant heb je een eyeliner en aan de andere kant heb je een sterretje. Wat je zo hier of zo kunt zetten voor de kerstmis. Om er zo helemaal girly uit te zien en een kerstsfeer. En dan hebben we drie Bad Bombs. We hebben de Strawberry Bad Bomb. We hebben de Green Tea Bad Bomb. Dit is persoonlijk mijn favoriete geur. En we hebben de Vanilla Delight Bad Bomb. Dus dit uiltje gaat ook in de zak. Oké, dat is alles wat dat we weggeven. Dus een heel deel zit trouwens allemaal in deze zak. En dat kunnen jullie dus allemaal winnen. Eén iemand kan winnen. Wat moeten jullie doen om kans te maken om dit te winnen? Als eerste, volg ons hier op YouTube. Jullie moeten geabonneerd zijn. En als tweede, laat een leuke comment na. Laat ons weten waarom dat jullie onze video's leuk vinden. En mochten jullie iets anders willen zien in onze video's, laat het dan ook weten in uw comment. En als derde, dat is een bonus, dus het hoeft niet, maar als je het hebt gedaan, maak je nog meer kans om te winnen. Volg ons op Instagram, @talisantv. Maar ik zet hieronder in de beschrijving nog eens alles. Dan weten jullie wat dat jullie moeten doen. Heel veel succes. Ik ben ondertussen terug van de gym. En ik heb mijn eventkalenders open gedaan. Katjes ook. En dit zat er in mijn. IKEA chocolaatje heb ik al opgegeten, sorry. Maar dat is toch niet zo interessant om te zien. Bij Kiehl's zat er dit, Midnight Recovery Cleansing Oil. Weer zoiets. Ja, you know how I think about it. En dan bij Bruno Vasari zat wel weer iets tof. Een concentrate. Het wil niet scherp spellen. Come on, camera. Ah, daar zijn we. Concentrate. Intense Whitening Facial. Was het lekker? Was het lekker? Ja? Dat was goed. Onze bezoek is hier. Goedenavond. Hey. Thomas, dag. Hoeveel? Dag. 7-10, denk ik. En hoe gaat het? Het gaat vooruit, hè. Het loopt een gangetje. Ja. Heel goed. Heel goed. En ze hebben iets meegepakt voor ons. Ja. Heel speciaal. Ja, ja. Een cadeautje mee. Ja. Laten we eens zien. Dan is het dan aan het ophangen. Waar hoort je uwe? Oh, sorry. Chic, hè? Mooi, hè? Wauw, ik vind Thalisa. Die echt super mooi. Thalisa, met dat linie erop. Zelf gemaakt, hè? Ja, oké. Okay. En deze is? Ja. Zien? Hallo. Ja? Hallo. Oh, sorry. Sam met een Mickey op. Cool, hè? Oh, echt heel mooi. Ja. Ons eten is er. Ik heb pad thai. Sam heeft... Noodles? Met kip. Noodles met kip. Want ik heb driehoek sushi. Ja, oh, ja. Dat is speciaal. Dat is wel zijn. Mooi, hè? Ja. Ziet er wel goed uit, de sushi. Mm-hmm. Ik heb ook sushi. Met sokkies. Met paling en? Van alles een beetje, precies. Een beetje. En we hebben ook edamame. Smakelijk! Smakelijk! Sheldon heeft een vriendje gemaakt. Nee, zijn vriendjes. Ja. Heeft een plekje gevonden. Moet over zijn huisje. Is dat niks? Ja, nou zo'n katje. Heb je opgeschoten? Nee, ja, ik vind het wel heel leuk. Ik vind het heel leuk.
En zelf eentje? Zelf te hebben niet, want we hebben dat echt... Dat heeft de hele tijd alleen zitten. Ja, dat is waar. Ja. Dat zou ik te zielig vinden. Sheldon, hè? Leuk? Is het leuk, ja? Of drie. Ondertussen zijn we een spelletje Rummy Cup aan het spelen. Zie dat het zo hard aan het denken is? Samen. Ja, kijk. Oh! Maar... Dat is hier al leeg. Mal, hè? Sapper de malle flap, wat is er nu? Dat kan. Heb ik nu gewonnen? Allee. Sapper de fluitjes. Sapper de pietjes. Allee, man, ik weet toch wel dat je in het begin wel eigenlijk 14 blokjes moet nemen, hè? Allee, Sam. Ah, maar ik had er maar 10 genomen. Te wachten op mij. Ik had er maar 10 genomen. Dus gebeurd. Hoi! Dat meen je niet. Wij zijn hier echt releases, kom aan, joh. Team Talisam going strong. En we hebben trouwens deze beren gemaakt. Ik ga de voorkant niet laten zien. Maar ik denk morgen in de video kunnen jullie zien hoe die geworden is. En hij heet Eddie. Hij heet Eddie. Hoe dat hij tot stand gekomen is. Ja, je hebt hem helemaal zelf gemaakt. We hebben die helemaal zelf in elkaar gezet. Hij was helemaal uitgehongerd. We hebben die helemaal opgevuld. Ja, het was wel heel lager. En genaaid. Dat moest goed genaaid zijn en dat is eruit gekomen. Ja. Nu hebben we dus helemaal een winnaar. Winnaar nummer 1 is Sam. Winnaar nummer 2 is Vanessa. Hey. Winnaar nummer 3 is Jero. En winnaar nummer 4. Nee, dat is niet winnaar. Dat is verliezer, hè? Dus, we are the champions. Oh god, nee, dat is heel leuk.